allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David. In dit kort filmpje laat ik jullie even zien wat er zit in het Fire Temple Monsterpack voor Valeria Card Kingdoms. Een monsterpackje dat apart verkrijgbaar is. En ik ga jullie even laten zien welke monsters daarin zitten. In het pakje uiteraard weer een divider om de boel gescheiden te houden. Deze kan dan weg. En dan krijgen we 3 keer de Hell Wasp. 7 magie en 2 aanval om te verslaan. Levert je 3 punten op. En als je hem verslaat mag je kiezen als beloning of 3 geld of 3 magie. Die zitten dus 3 keer in. Dan krijgen we 2 keer deze spin. 5 magie en 9 aanval om te verslaan. Aan het einde van het spel 4 punten waard. En als je deze verslaat krijg je 3 goud en 3 magie. Dan krijgen we nog een Warden. 10 magie en 4 aanval om te verslaan. Levert je 5 punten op aan het eind van het spel. En degene die hem verslaat mag kiezen om gelijk te ontvangen 4 goud of 2 punten. En tenslotte de eindbaas, de Lava Elemental. 11 magie en 11 aanval om te verslaan. Is 6 punten waard aan het eind van het spel. Plus 2 punten voor elk monster, inclusief deze, die je van dit monsterpack hebt verslagen. En dat zijn ze alweer. Dat zijn de monsters die zitten in dit Fire Temple monsterpack voor Valeria Card Kingdoms. Mochten jullie er nog vragen over hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder. Of stuur even een mailtje naar de spellenreporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.